Amen. Amen. Well, welcome everybody. We return to our studies this afternoon. Welkom iedereen. Ik wil iedereen weer welkom heten en we zullen de studie van gisteren verder voortzetten. And we'll review a little that we did yesterday. We zullen hetgeen we gisteren bestudeerd hebben nog een keer herzien. And we have some new faces, so welcome you. We hebben nog een aantal nieuwe gezichten, dus welkom aan jullie allemaal. And we know that repetition deepens the impression, so we'll review for those that were here yesterday as well. We zullen het nogmaals herzien, want we weten dat de herhaling ook een diepere indruk op ons achterlaat. I was explaining to a brother over lunch that it was the book of Daniel that brought me into Adventism some few decades ago. Een aantal decennia geleden. Ik vertelde net aan een broeder tijdens de lunch dat ik een aantal decennia geleden dat het boek Daniel was dat mij tot het Adventisme heeft gebracht. So it's very dear to my heart. Het is erg geliefd en ligt erg dicht bij mijn hart. Plus it's the book that Jesus commanded us to eat. En het is ook het boek dat Jezus ons heeft opgedragen te eten. I've yet to find a place where he came down from heaven and tells us to stop eating. Sorry? We've never been told to stop eating. We zijn nooit verteld door de Heer Jezus om daarmee op te houden dat te eten. We moeten daar nog altijd van eten. So we're taking a leaf out of Peter's book. En we nemen een gedeelte uit het boek van Petrus. Who told us to repeat things that we already know. Die ons vertelt dat we dingen moeten herhalen die we al lang weten. So that we can be established in the present truth. Zodat we bevestigd kunnen worden in de tegenwoordige waarheid. So a lot of this is basic Adventism. Veel wat we bestudeerd hebben, veel van dit alles is de basis van het Adventisme. But the purpose is to show that how it is built on the method of line upon line. Maar het doel hiervan is om te laten zien wat de methode is geweest die dat de methode line upon line is, lijn op lijn is binnen het boek Daniel. And the new phrases that we're hearing at the moment are compare and contrast. De nieuwe zegswijze, om het zo maar even te zeggen, wordt ook de nieuwe zegswijze noemen we nu ook vergelijken en contrasteren. Juxtapositioning. Of juxtapositionering. And really there are just a different way to explain more thoroughly the line upon line principle. En dat zijn andere woorden voor eigenlijk hetgeen wat we lijn op lijn noemen. Maar ze beschrijven het iets, ze geven een diepere betekenis aan lijn op lijn. When we compare and contrast, we see similarities and differences. Wanneer we vergelijken en contrasteren, zien we gelijkenissen en verschillen. And we bring all that information to the table and it opens up light to us. En we brengen al deze informatie naar de tafel en dat geeft allerlei licht aan ons. So we summarized the prophecies of Daniel. Samenvattend, als we naar de profetieën van Daniel kijken. And we saw that there's four main prophecies in Daniel 2, 7, 8 and 11. En we hebben gezien dat er vier primaire profetieën zijn in het boek Daniel, hoofdstuk 2, 7, 8 en 11. And we laid them on lines next to each other. En we hebben ze op lijnen geplaatst, naast elkaar. And we took the four kingdoms of Bible prophecy. En we namen de vier koninkrijken van de Bijbelse profetie. And basically we've come up with what looks like a Sudoku puzzle. En wat we eigenlijk op het bord kregen was eigenlijk een soort Sudoku puzzel. We can compare and contrast each chapter, the kingdoms as we look through the chapter. We vergeleken en contrasteerden de koninkrijken, zoals die in het hoofdstuk 2 worden beschreven. And we can compare and contrast as we go horizontally and compare them from chapter to chapter. En we kunnen ook horizontaal tussen de hoofdstukken door met elkaar vergelijken en contrasteren. Every chapter is built on a different theme. Elk hoofdstuk heeft zijn eigen thema. We saw Daniel 2 is about kings and kingdoms. Hoofdstuk 2 gaat over koningen en koninkrijken. And that might seem like a very
basic thing, but it's not easily understood in Adventism. En dat lijkt misschien erg basis en heel erg simpel, maar ik denk niet dat dat heel erg goed wordt begrepen binnen het Adventisme op dit moment. Classic example is when we come down to the Stone Kingdom, God's Kingdom. Een klassiek voorbeeld daarvan is de steen, het stenen koninkrijk, Gods koninkrijk. Because most Adventists will tell you that that stone represents Christ. Want de meeste Adventisten zullen u vertellen dat die steen Christus is. But when the prophecy is understood properly, we see that the stone is not just a king. Dan als we de profetieën werkelijk begrijpen en bestuderen, dan kunnen we zien dat deze steen niet zomaar een koning is. Nebuchadnezzar couldn't have been a king unless he had his kingdom Babylon. Nebuchadnezzar was niet een had geen koning kunnen zijn als hij niet zijn koninkrijk Babylon had gehad. Cyrus needed Persia. Kores had Perzië nodig. Alexander the Great had Greece. Alexander de Grote had Griekenland. Pagan Rome needs a Caesar. Heidens Rome heeft een keizer nodig. Papal Rome needs a pope. Pauselijk Rome heeft een paus nodig. You can't have a pope without a papacy, and you can't have a papacy without a pope. Je kan geen pausdom hebben zonder een paus, of een paus zonder een pausdom. So when we come down to the Stone Kingdom, we see Christ and his people. Dan zien we, als we bij het koninkrijk van de steen komen, dan zien we Christus en zijn volk. He always identifies himself with his people. Hij identificeert zichzelf altijd met door middel van zijn volk. And what we call or refer to that today, Christ identifying himself so closely with his people. Als Christus zo nauw verbonden is met zijn volk, is referred to today as the combination of humanity and divinity. Dan beschrijven we dat tegenwoordig als de combinatie van goddelijkheid en menselijkheid. We see that exemplified in the Stone Kingdom. En dat zien we uitgedrukt of benadrukt in het koninkrijk van de steen. Because what does the stone do to the image? Want wat doet deze steen met het beeld? What does the stone do to the image? Okay, I'm looking for a different word. Don't overthink it. What does the stone do to the image? What? The image is getting stoned. Het standbeeld wordt gestenigd. Dat is wat Who er gets gebeurt. Stoned in the Bible? Wie worden er gestenigd in de Bijbel? Why was the woman to be stoned? Vrouwen wordt er gezegd. So adulterers get stoned in the Bible. Overspelers worden mensen die overspel plegen worden gestenigd in de Bijbel. Why was Stephen getting stoned? Waarom werd Stefanus gestenigd in de Bijbel? Blasphemers get stoned in the Bible. Godslasteraars worden gestenigd. There was a man picking up sticks on the Sabbath. Er was iemand die stokken verzamelde, op hout verzamelde op de Sabbat. So who gets stoned? Dus wie wordt er gestenigd? Lawbreakers. Overtreders van de wet worden gestenigd. So that tells us about this image. Dus dat vertelt ons iets over dat standbeeld. Are they commandment keepers? Zijn het gebodenhouders? So they get stoned. Dus ze worden gestenigd. Who only can stone? Wie is degene die kan stenigen? Wie is de enige die kan stenigen? You have to be without sin. Zij die zonder zonde zijn. To be a part of the Stone Kingdom. Om deel te kunnen zijn van het stenen koninkrijk. So yesterday we talked about the flawless diamond. Gisteren hebben we het gesproken, spraken we over de foutloze diamant. The stone that's able to break the iron. De steen die het ijzer kan breken. These minerals and metals that become harder and harder have to be broken by something even harder still. Het standbeeld dat uit metalen bestaat, dat van boven naar beneden steeds harder wordt, een ijzer als het hardste, moet gebroken worden door iets dat nog harder is als ijzer. And so much of our understanding in Adventism is because of what we see illustrated. Veel van de dingen die wij in het Adventisme begrijpen of denken te begrijpen is vaak gebaseerd op dingen die we zien afgebeeld. Like children's storybooks. Like
kinderbijbels. The bad guys are always the ugly ones. Kinderverhalen. De slechteriken zijn eigenlijk... Sorry, the bad guys the bad guys. Are always... The ugly ones. De slechteriken zijn eigenlijk altijd de lelijkerts. You get a tall one and a short one. Je hebt een lange en een korte. Big noses and beady eyes. Een grote neus, kleine ogen. Bad guys gotta look bad. Slechterikken moeten er slecht uitzien. And I think so much of what we're learning now. En zoveel als wat we tegenwoordig leren nu. Is it the very opposite of that is what is true. Dat eigenlijk het tegenovergestelde is. And even when it comes to the Stone Kingdom. En als we het dan over het Stenen Koninkrijk hebben. How do we see it illustrated in a children's storybook? Hoe zien we dat afgebeeld in een kinderverhaal? Or even in adult charts and seminars. Of in kaarten of in seminars die door volwassenen worden gemaakt. How do you picture the Stone Kingdom when you think of Daniel 2? Heeft u wel eens nagedacht over het Stenen Koninkrijk als je het over Daniel 2 hebt? It's always been pictured as that burning meteor. Right? Can you see it? That burning meteor. Ugly, massive, fiery, molten something. En als een meteor, een vlammende meteor die uit het heelal naar beneden komt. Iets vlammends, lelijks dat naar beneden komt en... Dat standbeeld. And not as something beautiful and flawless. Niet als iets supermoois, iets foutloos. So how does it become that way? Dus hoe wordt het? Hoe wordt het zo? We have to keep working through Daniel 8 to understand how the Stone Kingdom works. We moeten door bijvoorbeeld Daniel 8 heen gaan om te weten hoe het Stenen Koninkrijk werkt. And we go through the chapters to find out how the kingdoms of Bible prophecy work. En we moeten door de profetieën gaan om te weten hoe de koninkrijken werken. So we went to Daniel 7 and we saw the same kingdoms. We hebben Daniel 7 zijn we doorgegaan en we gezien dat dezelfde koninkrijken zijn. But they were pictured as wild animals. Maar ze werden afgebeeld als wilde dieren. As the minerals were getting harder and harder and of less value. Increasing in hardness. Er was een toename in hardheid hier in de hoofdstuk 2. Decreasing in value. En een afname in waarde. We went to Daniel 7 and saw how they increased in ferocity. We hebben hier gezien dat ze toename in... Vreedheid. Ja. More to the point is they become more and more untamable. Ja, ze worden minder ontembaar. Yes, you could tame a lion. Je kan een leeuw kan je temmen. You never quite trust it, but you can do it. Moeilijk te vertrouwen, maar het is mogelijk. But as you go through the animals, by the time there was nothing you can do to this beast. Maar als je dan deze lijn volgt, dan de beer en de luipaard en het beest worden steeds minder tembaar. And this is how these kingdoms conquered and ruled. En dit is hoe deze koninkrijken regeerden. How they behaved. Hoe ze zich gedraagden. When we went to Daniel chapter 8. Als we naar Daniel 8 gaan. We see how they think. Zien we hoe zij denken. So these are now represented as sanctuary animals. En dan zien we dat deze dieren heiligdomsdieren zijn. But counterfeit sanctuary animals. Maar valse heiligdomsdieren. And how do we know they were counterfeit? En hoe weten we dat ze vals zijn? They were deformed. They were with blemish. Ze waren mismaakt of ze waren niet foutloos of ze waren met smet. And with the little horn. Met de kleine hoorn. That took us to the sanctuary furniture. Bracht ons tot altars. De altaren in het heiligdom. Where the sacrificial victim is brought and tied to its purpose. Waar het slachtoffer wordt gebracht en wordt vastgebonden. And the purpose of these false religions. Het doel van deze valse religies. Is to give a religion to Rome. Is om een religie aan Rome te geven.
Rome is known as the robbers of God's people. Rome wordt in de Bijbel beschreven als de, hoe zeg je dat daar ook alweer? Robbers of their people. Brekers van Gods volk. I heard you say breakers. Yeah. Yes. So let's have a look at that. Go to Daniel chapter 2. Hoe staat het daar? 11. If you go to Daniel chapter 2. Scheurmakers. Verse 40, talking about Rome, the Iron Kingdom. Chapter 2, verse 40. Daniel 2, vers 40. En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer. Aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. So I'm not sure how it reads in the Dutch. But this fourth kingdom of iron breaks, breaks, breaks. Ik weet niet precies hoe het in het Nederlands staat beschreven, maar zoals het in haar Engelse Bijbel staat, zegt het Engelse koninkrijk verbreekt, verbreekt, verbreekt. Hm? So. Wat zei ik? So it breaks three times. Het breekt tot driemaal toe. And then if you go to Daniel 11. Als je dan vervolgens naar Daniel 11 gaat. Vers 14. Rome is referred to as the robbers of thy people. Wordt Rome beschreven als, en in onze Bijbel staat, scheurmakers van Gods volk. In the original Aramaic. En in het de oorspronkelijke Aramese brontekst. The word robbers and breakers are the same word. Zijn robbers, dat is rovers en brekers, is hetzelfde woord. Yes, they break, break, break three times. They are the robbers, robbers, robbers of God's people. Ze verbreken, ze verbreken, ze verbreken. Of ze roven, ze roven, ze roven. Of ze verscheuren, zoals het in onze Bijbel staat. So it has three phases. Dus het heeft drie fases. So we see that Daniel 7 is politics, Daniel 8 is religion. So what is it about the religion of these kingdoms? Dus we zien in Daniel 7 gaat het over politiek, in Daniel 8 gaat het over religie. En wat beschrijft het dan? Welk element of wat vertelt het over? So, wat vertelt het over de religies van deze koninkrijken? So if you're in Daniel 8. Als je dan vervolgens naar Daniel 8 gaat. We see from verse 3 and 4 is the ram, which is Medo-Persia. Als we dan vers 3 en vers 4 bekijken, dan zien we dat het over het ram gaat. De ram gaat. Daniel sees it in vision. Daniel ziet het in gezicht. It's a not quite right ram. It has one horn higher than the other. Het is niet een volledig volmaakt ram, want het heeft één hoorn. So not a legitimate sanctuary sacrifice. Het is niet een legitiem offerdier. It pushes westward, northward and southward. Het stoot, toch denk ik? Westwaarts, zuidwaarts en oostwaarts. Which means it's come from where? Dat betekent waar komt het vandaan? Waar komt dat dan vandaan? It's come from the east. Het komt van het oosten. Oké, hij ging naar het noorden, naar het zuiden, naar het westen. It does according to its will and becomes what? En hij doet naar zijn eigen wil en het wordt zoals? Becomes great. Het wordt groot. And that word great is the word. Dat woord groot. Gadal. Is het woord gadal. That's that spirit of self-exaltation. Dat is de geest van zelfverheffing. Which is the essence of paganism. Dat de essentie van het heidendom is. We have to look at Daniel 8 from a philosophical point of view. We moeten naar Daniel 8 kijken vanuit een filosofisch perspectief. Daniel 8 is telling us how these kingdoms think. Daniel 8 vertelt hoe deze koninkrijken denken. Daniel 7 is telling us how these kingdoms act because of the way they think. Daniel 7 laat zien hoe deze koninkrijken handelen vanwege de manier zoals zij denken. So how do they think? They exalt themselves. Hoe denken zij? Vers in hoofdstuk 8. Ze verhogen zichzelf. And how do you exalt yourself in a religious way? En hoe verhef je jezelf in een religieus, in een godsdienstige manier?
You make yourself a god. Dan maak je jezelf een god. Now the Medes and Persians didn't make themselves gods. De Meden en de Persen maakten zichzelf niet een god. They came close to it. Ze kwamen, ze deden het bijna. Because they introduced laws of infallibility. Omdat ze wetten van infallibility, onfeilbare wetten maakten. They don't make mistakes. Ze maken geen fouten. One of the most frustrating things I find about Daniel chapter 6 and the story of Darius. Een van de meest gefrustreerde dingen die ik in het boek Daniel vind is in Daniel 6. Is why that man could not change his mind. Waarom die man niet gewoon zijn van gedachten kon veranderen. But that was part of their religion. Dat was deel van hun godsdienst. You don't make mistakes. Je maakt geen fouten. So, and then we go to the Greece and the he-goat. Dan als we naar Griekenland kijken, de geit, de bok. And the de king bok. Associated with that is Alexander the Great. Het koninkrijk, of de koning die daarmee geassocieerd wordt, is Alexander de Grote. And he waxes, if we go to verse 8. Als we dan naar vers 8 gaan, in Daniel 8. The he-goat waxed very great. Dan is het de bok die... De geitenbok die zich uitermate groot maakte. So we go from great to very great. Dus we gaan van groot naar uitermate groot. And then in the Hellenistic world we see the kings now dabbling with the idea of being a demigod. Sorry. So the Greeks. De Grieken. The kings. De koningen. Saw themselves as half god, half man. Zagen zichzelf als half goden, half mensen. Demigods. Semigoden. Half goden. Then we come to the next kingdom, which is Rome. Als we dan komen we aan bij het volgende koninkrijk, Rome. The little horn power of verse 9. De kleine hoorn, de macht van de kleine hoorn in vers 9. And how is it described as being great? En hoe wordt het daar beschreven als zijnde groot? Exceeding great. Het werd hier beschreven als uitnemend groot. And that is the little horn in its masculine form. Dat is de kleine hoorn in de mannelijke vorm. So it's greater than the kingdoms before it. Het is groter dan de koninkrijken ervoor. Because now we have the Caesars who actually think they are God. Nou zijn de keizers die eigenlijk denken dat ze goden zijn. But in its feminine form. Maar in de vrouwelijke vorm. Which is in verse 10. Dat vers 10 is. It says, and it waxed great. Daar staat daar. En het werd groot. Het werd, en hij werd groot. So now we're looking at papal Rome. Dus nu kijken we naar pauselijk Rome. And it takes that idea of self-exaltation to its highest level. En nou neemt dat de essentie van de zelfverheffing, brengt het tot zijn hoogtepunt. And now we understand why this image of Daniel 2. Nu begrijpen waarom het beeld van Daniel 2 becomes harder and harder. Dat harder en harder wordt. And yet decreases in moral worth. Maar toch in waarde daalt. It's because of what it believes. Want het is vanwege wat het gelooft. And God spends much of the time exposing how these kingdoms think and behave. En God hier openbaart hoe deze koninkrijken handelen en denken. Because God's people have always a tendency to be like them. Want Gods volk heeft eigenlijk altijd de neiging, dankjewel, om zoals hen te worden. To become like the nations that surround them. Om te worden als de naties die om hen heen liggen. And that's the story of Daniel chapter 11. En dat is het verhaal van Daniel 11. Because in Daniel chapter 10, want in Daniel 10, we get the explanation of Gabriel of why he's coming to give the prophecy of Daniel 11. 10:14, Gabriel is going to explain. Oh, Gabriel is going to explain. Gabriel komt om het een en ander uit te leggen. He's going to explain to Daniel why he's going, what the prophetic understanding of Daniel 11 is about. Gabriel komt uitleggen wat de profetische uitleg is met betrekking tot vers
of hoofdstuk 11. And this is the word we kind of stumbled over yesterday. En dit is het woord waar we gisteren over vielen. If you'd like to read verse 14. Vers 14. 10:14. Daniël 10, vers 14. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. That word befall. Het woord bejegenen. Just means what's going to happen to God's people. Betekent niet meer dan wat zal er gebeuren met Gods volk. But it's in a negative sense. Maar het wordt beschreven in een negatieve vorm. So something bad's going to happen to God's people. Dus iets negatiefs, iets slechts zal er gebeuren met Gods And volk. And that's what gets explained in Daniel 11. En dat is wat er wordt uitgelegd in Daniel 11. And we know Daniel 11 is a story of the war between the king of the north and the king of the south. En we weten dat Daniel 11 een verhaal is of een geschiedenis tussen een oorlog tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. And what befalls God's people at the end of the world is the king of the north. En wat er met Gods volk zal gebeuren of bejegenen is de koning van het noorden. Because that's always what has befallen God's people. Want dat is altijd wat Gods volk is overkomen. If you go to Jeremiah chapter 1. Als je naar Jeremia hoofdstuk 1 gaat. And we'll read 13 to 16. Vers 13, dus Jeremia 1, vers 13 tot 16. En des Heeren woord geschiedde ten tweede male tot mij, zeggende, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie een ziedende pot, welks voorste deel tegen het noorden is. En de Heeren zeide tot mij, van het noorden zal zich dit kwaad opdoen over alle inwoners des lands, want zie, ik roep alle geslachten der koninkrijken van het noorden, spreekt de Heere, en zij zullen komen en zetten een iegelijk zijn troon voor de deur der poorten van Jeruzalem en tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. 16, sorry. En ik zal mijn oordelen tegen hen uitspreken over al hun boosheid en dat zij mij verlaten hebben en andere goden gerookt en zich gebogen hebben voor de werken hunner handen. So God sends the king of the north. Dus God stuurt de koning van het noorden. And he describes them here as the families of the kingdoms of the north. En hij beschrijft ze hier ook als de families van de koning van het noorden. So there's a plurality. Dus hier wordt hier gesproken over een meervoud. And here they are here's our families. En hier zien we onze families. The Babylonian family, the Medo-Persian family, the Greece family, the Roman family. De Babylonische familie, de Medo-Persische familie, de Griekse familie en de Romeinse familie. God calls them. God roept hen. To siege Jerusalem. Om Jeruzalem te belegeren. To bring judgment on his people. Om oordeel te brengen op Gods volk. For three things. Om drie redenen. They forsake God. Ze verlaten God. They burn incense to other gods. Ze brengen offers aan andere goden. And they worship the works of their own hands. En ze aanbidden de werken van hun eigen handen. So they stop obeying God. Ze stoppen met het aanbidden of het gehoorzamen van God. They put their trust in other gods. Ze beginnen te vertrouwen in andere goden. And they're very, very proud of what they do. En ze zijn erg trots op wat ze doen. And so God sends these families of the kingdoms of the north as judgment upon them. En God stuurt deze families vanuit het noorden om als een oordeel op Gods volk. So if you go to Jeremiah 25. We dan naar Jeremia 25 gaan. And we won't read this whole passage. We zullen niet alles lezen. But God speaks to the people through Jeremiah. God spreekt tot zijn volk door Jeremia, sorry. And said, I've tried to warn you. Ik heb geprobeerd u te waarschuwen. Because I have spoken, Jeremiah saying, I came to you with the word of the Lord. I've warned you. Want Jeremia zegt, ik heb jullie gewaarschuwd. But you didn't listen. Maar je hebt niet geluisterd. And beside that, God has sent you other prophets. Maar God heeft ook nog andere
But you didn't listen to them either. Andere profeten gestuurd en daar heb je ook niet naar geluisterd. And a third time they are told. En voor een derde keer wordt ze verteld. That you have not listened. Dat u hebt niet geluisterd. So you have not listened, you have not listened, you have not listened. U hebt niet geluisterd, u hebt niet geluisterd, u hebt niet geluisterd. Verse 8 says, therefore thus say the Lord of hosts, because you have not heard my words. Vers 8 zegt, vers Jeremia 25, vers 8. Daarom zo zegt de Heere der Heerscharen, omdat gij mijn woorden niet hebt gehoord. Behold, I will send and take all the families of the north. Vers 9, ziet, ik zal zenden en nemen alle geslachten van het noorden. And Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant. De Nebuchadnezzar, de koning van Babel, mijn knecht. And he is the one to bring judgment upon God's people. En hij zal degene zijn die het oordeel op Gods volk again, brengt. Again, because of their idolatry. Vanwege hun afgoderij. Now, Sister White tells us. Sister White vertelt ons. Oh, I got that quote here. Prophets and Kings 705.1. Profeten en Koningen 705.1, Engelse editie. That after the Babylonian captivity, dat na de Babylonische ballingschap, God's people were wholly cured of idol worship. Was Gods volk genezen van afgoderij. They never again worshipped graven images. Daarna hebben ze nooit meer gesneden beelden aanbeden. And yet we know that the rest of the families of the kingdom of the north kept coming. Maar toch weten we dat de andere families van de koningen van de koninkrijken uit het noorden bleven komen. So idol worship must have still continued. En daarom betekent dat afgoderij nog steeds is doorgegaan. But it's taken on another form. Maar het heeft een andere vorm aangenomen. Because we know the king of the north is still coming. Want wij weten dat de koning van het noorden nog steeds komt. So we need to understand what idol worship means today. Dus we moeten begrijpen wat afgoderij vandaag de dag betekent. And that's another thing we'll be looking at through the week. En dat is iets anders waar we de komende week mee bezig zullen zijn. So what we didn't do yesterday. Wat we niet gedaan hebben gisteren. Is write the purpose. Is write the theme of Daniel 11. Het thema opschrijven van. Wat we gisteren niet gedaan hebben, is het thema benoemen van hoofdstuk 11. And the theme of Daniel 11 is purpose. Het thema van Daniel 11 is doel. What the purpose of these kingdoms are. Het doel van deze koninkrijken. Wat is het doel van deze koninkrijken? Because God's going to put them to work. Want God zet ze aan het werk. Even though he's technically not their boss. Ook al is hij misschien technisch gezien niet hun baas. As was explained yesterday. Zoals gisteren werd uitgelegd. He is going to use them. Hij gebruikt ze wel. And so we see God has taken a lot of time and effort. Dus we zien dat God een hoop tijd en moeite steekt. To map out the problem. To map out a problem. In het in kaart brengen van het probleem. We see this as the problem facing God's people. We zien hier het probleem dat waarmee Gods volk te maken mee heeft. But every problem has a solution. Maar elk probleem heeft ook een oplossing. And every chapter gives us another gives us information about God's solution to the problem. Every chapter gives us some information. Elk hoofdstuk geeft ons wat informatie. About the solution to the problem. Over de oplossing van het probleem. So the solution to the image of Daniel 2 is the stone kingdom. Dus de oplossing met betrekking tot het standbeeld in Daniel 2 is het stenen koninkrijk. The solution to how these kingdoms operate. De oplossing met betrekking tot hoe deze koninkrijken how they rule, how they conquer. Hoe ze werken, hoe ze overwinnen. Is to understand the investigative judgment. Is de oplossing is zit hem in het begrijpen van het onderzoekend oordeel. How God takes control. Hoe God de controle neemt. How he operates. Hoe hij werkt. There's a lot to learn in that study. En daar is veel te leren in die studie. The solution to the problem of self-exaltation. De
oplossing met betrekking tot zelfverheffing. The religion of paganism and papalism. De godsdienst met betrekking tot het heidendom en het pausdom. Is found in the study of this cleansing of the sanctuary. Vinden we in de studie met betrekking tot de reiniging van het heiligdom. These things are antithetical to these pagan religions. Dat is een moeilijk. Antithetical. Totally polar opposite. Oh, ze zijn volledig tegenover elkaar. Tegengesteld. Operate on different principles. Ze opereren op verschillende principes. And so when we come to Daniel 11, dus als we dan bij Daniel 11 aankomen, we see the purpose of the king of the north. Dan zien we het doel of de het doel van de koning van het noorden. But we also see the purpose of God's kingdom. Dan zien we, maar we zien hier ook het doel van Gods volk. And it is these messages. Dat is de boodschappen. The tidings. De geruchten. That this is God's appointed way. Dit is Gods aangewezen manier. To rid God's people of their idol worship. Destroy the idol worshiping of God's people. Om de afgoderij onder Gods volk te verwoesten. If these messages are rightly understood, als deze boodschappen goed worden begrepen, they will destroy the idol worshiping that is still existent in God's people. Dan zou dat de afgoderij dat zich nog steeds onder Gods volk bevindt vernietigen. Because obviously it is taken on a different form. Want we weten wel dat de afgoderij een andere vorm heeft aangenomen. Than it was in the days of Babylon. Als dat was in de dagen van Babylon. Nobody has graven images sitting in the corner of their lounge room anymore. Niemand heeft gesneden beelden in de hoek van de kamer staan. But we have different idols. Maar we hebben verschillende afgoden. That need to be destroyed. Waar we die vernietigd moeten worden. And if we cling on to those idols. En als wij vasthouden aan deze afgoden. The king of the north is there to do his job. Dan is de koning van het noorden daar om zijn werk te doen. And do it for us. En die doet het dan voor ons. Okay, so what else did we? Let's go back to Daniel chapter 2. Laten we teruggaan naar Daniel hoofdstuk 2. Remember, we're going over things you already know. We gaan over dingen. We bespreken hier dingen die we al lang weten. And we see that Rome is in three phases. We zien hier dat Rome zich in drie fases wordt beschreven. Pagan, papal, modern Rome. Heidens, pauselijk en modern Rome. But we see a change. Maar we zien een verandering plaatsvinden. That when we get to papal Rome, there is a combination of iron and clay. Dat als we bij pauselijk Rome aankomen, zien we een combinatie van ijzer en klei. And if we were to do that word study, en als we daar een studie van maken met betrekking tot die woorden, we would see that clay represents churchcraft. En dan zullen we zien dat de klei de kerk voorstelt. And iron represents statecraft. En ijzer de staat voorstelt. It's a combination of church and state. Het is een combinatie van kerk en staat. And this becomes a little problematic. En dit wordt klein beetje problematisch. Because in the kingdoms before Rome. Want in de koninkrijken voor Rome. We also see combinations of church and state. Daar zien we ook combinaties van kerk en staat. When Nebuchadnezzar made laws. Waar Nebuchadnezzar wetten maakte. And the king Darius had made laws. En koning Darius wetten maakte. They were using their we can see their state and church combining at different times. En daar zien we dat ook de kerk en staat met elkaar verbonden waren. And yet God is making a point in distinguishing these feet and toes from the legs. Maar dat God hier een onderscheid maakt met betrekking tot de voeten en de benen. Let's just notice a few things. Perhaps if we go to Psalm 40, verse 1. Laten we naar Psalm 40 gaan, vers 1. Actually, no, we won't go there. We'll go to 2 Peter. Petrus. Chapter 2. Hoofdstuk 2. 2 Petrus 2. 2 Peter 2. And we'll read 20 to 22.
2 Petrus 2, vers 20 tot en met 22. Hoop 2. 20 tot en met 22. Want indien zij, nadat zij door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus de besmetting der wereld ontvloden zijn en in dezelfde wederom ingewikkeld zijnde, van dezelfde overwonnen worden, zo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. Want het ware hun beter dat zij de weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij die gekend hebbende weder afkeren van het heilige gebod dat hun overgegeven was. Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt. De hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Verse 20. Vers 20. I'm just looking for the text before. Ik kijk even naar de tekst die ervoor staat. For if they have escaped the pollutions of the world. Er staat als zij de besmettingen van de wereld ontvloden zijn of daarvan weggegaan zijn. So who would you who are the they? Wie zijn de zij? Who has escaped the pollutions of the world? Wie zijn de besmettingen van de wereld ontvloden? Through knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ. Door de kennis met betrekking tot de Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Every pronoun must have its antecedent. Pronouns must belong to a noun. I. The they must belong to a proper noun. Aha, okay. Nee, maar ze zegt over noun. Ja, pronoun. Zelfstandig naamwoorden. Ah, oké. Okay. Okay, so de zij of de hij moet altijd bij een zelfstandig naamwoord horen? Je moet een naam hebben. De zij moet iemand zijn. Ah, oké. Okay. Dus de zij moet even naar iemand verwijzen. Oké, so who are the they? Where are we going to go to find they? Dus back? Waar gaan we dan naartoe om daar achter te komen? Who do you think the they is if you glance over that chapter? Dan moet je dus terug in de verse. En wie zal dat dan zijn als je dat hoofdstuk leest? False teachers. False leraren. There are false teachers. False leraren. So obviously at one time they were true teachers. Dat betekent, er was een tijd dat ze waren leraren waren. They have escaped the pollutions of the world through a knowledge of Jesus. Ze hebben door de kennis van Christus de besmettingen van de wereld zijn ze ontvloden. They've become entangled again. En dan vervolgens worden ze daar weer in opgenomen. In the pollutions of the world. In de besmettingen van de wereld. So they've gone back. Dus ze zijn weer terug gegaan in de wereld. And now Peter is going to give us a parable. En nu geeft Petrus ons een gelijkenis. Because he's going to compare these teachers that have come out of a polluted world into truth. He's going to compare. Hij vergelijkt. Teachers that have come out of a polluted world. Leraren die uit een besmette wereld gekomen zijn. Into an unpolluted world of truth. Ze komen in een wereld die niet besmet is. And they're going to return to the pollutions of the world. En vervolgens keren ze toch weer terug naar de besmette wereld. And what's he going to compare that to? En waar vergelijkt hij dat dan vervolgens mee? The teachers are what? De onderwijzingen van wat? There are two things. Het zijn twee dingen. He gives two parables. Hij geeft twee gelijkenissen. I think they said it. You heard it? I heard it. Verse 22. A dog. Yeah, that's what I heard. I heard it. A dog and a? And a? A dog. And a pig. En een zeug. So a dog. Een hond. Eat something good. Een hond eet iets goeds.
vomits it out. It becomes something bad. Hij spuugt het uit. And then eats something bad. Het is dus slecht en vervolgens eet hij iets slecht. It's polluted food. Het is besmet voedsel. After it's once eaten good, wholesome food. Ook al was het eerst goed, gezond. And a pig has had a bath. En de zeug heeft zich net gewassen. And goes straight back into the what? En keert terug naar... What does your Bible say? Mire. We don't use the word mire today. What do we say? In Nederlands staat slijk. Mud. Wat zeggen wij? Polluted world. Modder. Dirt. De besmette wereld. And slijk. This is the story of false prophets or false teachers. En dit is het verhaal van valse leraren. So the mire represents... What is the phrase in these verses that describe what mire is? En wat is het in deze verse wat beschrijft wat het slijk of de modder is? We're comparing and contrasting. We vergelijken en contrasteren. The pollutions of the world. De besmettingen der wereld. So given that this these feet are made up of iron and clay. Als we dan kijken naar deze voeten die bestaan uit ijzer en klei. But you remember it's not ordinary clay. Maar we weten het is niet normale klei. Because God's church is made of clay. Want Gods volk bestaat ook uit klei. The potter makes the vessel. Want de pottenbakker maakt zijn pot. What type of clay is this? Wat voor een klei is dit? In Daniel 2. In Daniel 2. It's miry clay. Het is muddy clay. Modderige klei. Polluted clay. Vervuild klei. Or we'd say a worldly church. Or een wereldlijke kerk. When a church becomes worldly. Als een kerk wereldlijk wordt. It loses the power of God. Werelds. Dan verliest het. It loses the power of God. Verliest het de macht van God. So it's going to need the power of state. Dus dan heeft het de macht van de staat nodig. So and its power has to come through somewhere. De macht moet ergens vandaan komen. Now go to Psalm 40. Nu gaan we naar Psalm 40. So if you read verses 1 and 2. Vers 1 en 2, en ik denk dat bij ons 2 en 3 is. It says, "What I am the Lord." Verse 40. I waited patiently. 40, verse 1. 40, verse 1. Yeah, for me. Okay, so that's 2 for me. Ah. Okay. Vers 2. Ik heb de Heere lang verwacht en Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord en Hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Okay, so where is the miry clay? Dus waar is het modderige slijk? It's in a horrible pit. Het is in een ruisende kuil. So his feet have fallen into a pit. Zijn voeten zijn in een kuil gevallen. So if we can imagine we're on a road. Dus we kunnen ons voorstellen, we begeven ons op een weg. That word for pit is also the word for ditch. Dit woord kuil kunnen we ook gebruiken als greppel. Dankjewel. And if we fall off the path. Als we van het pad afvallen. And we fall into the pit or the ditch. En we vallen in de put of de kuil of de greppel. We fall into the miry clay. Vallen we in het modderige slijk. And what this teaches us, en wat dit ons leert, is there is no rock in that pit or ditch. Dat daar geen rotssteen in deze greppel of deze kuil is. You have to come out of the pit or ditch to get your feet on the rock. Je moet uit deze kuil komen of uit deze greppel komen om je voeten weer op de rotssteen te kunnen plaatsen. The only way you can be established. De enige manier om daar weer op gevestigd te worden. Is to be out of the ditch. And who else is in the ditch? Is door uit de greppel of de kuil te stappen. Wie vindt zich nog meer in deze kuil? The bottomless pit. Yes, okay. But when I think of a parable of Christ. De bodemloze put, oké. Okay. Maar ik heb het nu over een gelijkenis van Christus. The blind. The blind fall into the pit. De blinden die vallen in een greppel.
So we see here that when we talk about miry clay, als we het hier hebben over de modderige slijk, we see false teachers. Dan zien we valse leraren, false prophets, valse profeten, and blind people, en blinde mensen. All associated with that miry clay. Allemaal geassocieerd met dit modderige slijk. And we might leave that. Oops, sorry. Has anybody got any questions so far? Zijn er nog vragen tot nu toe? Brother. Which church is it then, the clay? Is it the God's church or the papacy? Oh, it's a... Er wordt gevraagd, welke kerk is het dan? Is het Gods volk of is het het pausdom? I said earlier... Ik heb eerder al gezegd... The God... It takes a lot of time explaining the problem. Dat God heel veel tijd neemt om het probleem te beschrijven. Because God's people always have a tendency to behave like other kingdoms and nations. Sorry. God's people have a tendency. Gods volk heeft de neiging. To behave or want to be like the other nations. Om als die andere natieën te zijn. This is the image. Dit is het beeld. It's Satan's kingdom. Het is Satans koninkrijk. God's this is the papacy. Dit is het pausdom. But that doesn't mean that God's people don't want to behave like it. Maar dat betekent niet dat Gods volk daar niet op willen lijken. If they don't listen to the prophets like Jeremiah said. Als ze niet naar de profeten luisteren zoals Jeremia zegt. If they exalt themselves and offer trust to their own thoughts and opinions. Als ze zichzelf verheffen en zich vertrouwen op hun eigen meningen en gedachten. Worship the works of their own hands. Als ze de werken van hun eigen handen aanbidden. Then they're taking in the pollutions of the world. Dan nemen ze de besmettingen van de wereld. And they're going to behave just like the kingdoms of the world do. En dan beginnen ze te handelen zoals de koninkrijken van de wereld doen. They will oppress and control. Ze zullen onderdrukken en alles onder in touwtjes in handen willen hebben. In a worldly way. Op een wereldse manier. But that doesn't make them Babylon. Maar dat maakt ze nog niet Babylon. Doesn't stop them from behaving like Babylon, though. Yeah. So when we see that the stone was cut out of a mountain. Dus als we zien dat er een steen uit een berg wordt gehakt. That mountain is not that image. Dan is die berg niet dat beeld. But that mountain is not that stone. Maar die berg is ook niet de steen. The stone is a remnant of that mountain. Die steen is een overblijfsel van die berg. A fraction really of what the mountain is made of. En slechts een fractie van wat waar die berg uit bestaat. So when we look at this the way the kingdoms behave and act and believe. Als we kijken naar hoe deze koninkrijken handelen en geloven en denken. Just because we see God's people doing the same. Om dan te zeggen dat Gods volk hetzelfde doet. Doesn't make us of Satan's kingdom. Maakt ons niet deel van Satans koninkrijk. Just makes us disobedient, unthankful, unholy. Het maakt ons enkel ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. And what our sister Tess was sharing with yesterday. Zoals zuster Tess ons gisteren vertelde. God in his mercy also provides the king of the south. In zijn genade geeft God ons ook de koning van het zuiden. And the king of the south can put a restraint on the king of the north. En de koning van het zuiden kan kan de koning van het noorden belemmeren. So that the judgment that we should be receiving. Zodat het oordeel dat wij zouden moeten ontvangen. Is delayed because of God's mercy and compassion. Vertraagd wordt vanwege Gods geduld en genade. And so, any more questions? Zijn er nog meer andere vragen? So we're the people that are meant to eat this little book. Wie zijn de mensen die dat kleine boek moeten eten? We're to know it like the back of our hand. We moeten het kennen als de achterkant van onze hand. But within Daniel is another portion
That makes us distinctly Adventist. Maar in Daniel is een ander deel wat ons uniek maakt als Adventisten. So we might go and take a closer look at Daniel chapter 8. En dat is dat we gaan nadere studie maken van Daniel 8. We realize that the Stone Kingdom is a combination of understanding the investigative judgment, the cleansing of the sanctuary and the three angels' messages. We hebben nu geleerd dat het Stenen Koninkrijk beter wordt begrepen als we het onderzoek, het oordeel, de reiniging van het heiligdom en de geruchten of de boodschappen van Gods volk beter bestuderen. This stone is flawless. Deze steen is foutloos. The investigative judgment tells me that everything I've ever done and ever said is on record in heaven. Het onderzoekend oordeel vertelt mij dat alles wat ik gedaan heb, alles wat ik gezegd heb, in de boeken van de hemel staat opgeschreven. The thought of that makes me want to fear God. En deze gedachte alleen al maakt mij dat ik God zal vrezen. Because I'm nowhere near worthy of belonging to this kingdom. Want dat maakt mij dat laat mij zien dat ik volledig onwaardig ben om deel te mogen zijn van dat Stenen Koninkrijk. But he doesn't leave me in this fearful condition. Maar hij laat me niet in deze vreesachtige conditie. He tells me that I have a high priest. Hij vertelt me dat ik een hoge priester heb. Who is in touch with the feelings of my infirmities. Die met mij meevoelt, met mijn ervaringen. Whoever liveth to maketh intercession for me. Die? Who? Ever liveth to maketh intercession for me. Hebrews chapter 8. Uh-huh. Die eeuwig leeft om als middelaar te zijn voor ons. And has provided a way to clean up my record. En hij heeft een weg geopend om mijn strafblad in de boeken van de hemel schoon te maken. Because I know that my behavior. Want ik weet dat mijn gedrag is not in line with what should be the behavior of a resident, not the word, citizen. Thank you. Of the Stone Kingdom. Dat komt niet is niet in overeenstemming met een inwoner van Gods koninkrijk. And so he is going to not only cleanse the sanctuary as far as clean the books of heaven. Het is niet alleen het reinigen van de boeken in de hemel. But in my heart and mind he has to rid me of paganism. Maar in mijn hart en in mijn gedachten moet hij mij bevrijden van het heidendom en het pausdom. That spirit of self-exaltation. Die geest van zelfverheffing. That is in every one of us. Die in ieder van ons regeert. There's an of is. Emptying. En, cleansing. Het moet daar gereinigd worden, het moet daar weggehaald worden. But if you are going to cleanse and empty somebody of this self. Maar als je iemand die zichzelf verheft, als je die leeg maakt. It needs to be replaced. Moet daar iets voor teruggeplaatst worden. With something holy and good. Iets heiligs, iets goeds. And what is he going to replace that with? En waar vervangt hij dat dan mee? Wat stelt hij daarvoor terug in de plaats? A message. Een boodschap. Truth. Waarheid. Remember, Christ was full of grace and truth. Onthoud goed dat Jezus vol van genade en van waarheid was. He was a combination of humanity and divinity. Hij was een combinatie van goddelijkheid en menselijkheid. And when are filled, he wants us to be filled with grace. Hij wil dat wij vol van genade worden. Grace is that perfect hatred of sin. Genade is die volmaakte haat voor de zonde. It's something we lost in with the fall of man. En dat is iets wat wij met de val van de mensen hebben verloren. It's not something we have naturally. En dat is niet iets wat wij van nature hebben. He gives that to us as a gift. Hij geeft dat ons als een gift. And he wants to also grant us truth. En hij wil ons ook in de waarheid brengen. When we eat these messages, these tidings out of the east and the north. Als wij deze boodschappen eten, deze geruchten uit het oosten en het noorden. We not only accomplish the combining human with divine. Dan realiseren we niet alleen goddelijkheid, het combineren van de goddelijkheid en de menselijkheid. But God also gives us a purpose. Maar God geeft ons ook een doel.
Because we take these messages to these kingdoms. Want we nemen deze, brengen deze boodschappen naar deze koninkrijken. And we draw their citizens out to join the great holy mountain. En we brengen hun inwoners naar die grote heilige berg. We need a purpose. We hebben een doel nodig. We're not some trinket of God that he can put on a shelf somewhere and look at. We zijn niet een of ander pop, een versieringje van God dat hij op ons op een plankje kan zetten om naar te kijken. He has a very real purpose for us. Hij heeft een werkelijk doel met ons. And it's found in these messages. En het is beschreven in deze boodschappen. Combine them with what other things that are revealed in the book of Daniel. En als je dat vergelijkt met andere dingen in het boek Daniel. And we become that cohesive, unified, hard kingdom that cannot be broken, that is set up forever. En dan worden we dat sterke, compacte, stenen koninkrijk, wat niet gebroken kan worden. So we also want to look at that process in Daniel chapter 8. En we willen dat ook in Daniel 8 gaan bekijken. So how are we going for time after that review? That was kind of, you used your time. Use the time? I think. Okay, that's good. We'll start with Daniel 8 tomorrow. Dan beginnen we met Daniel 8. Dan beginnen we morgen met Daniel 8. Dan was dit een uitgebreide overzicht en herhaling van gisteren. So, no more questions? Zijn er nog vragen of opmerkingen? Okay. Let's close with prayer. Laten we dan afsluiten met gebed. Dear Heavenly Father. Lieve Hemelse Vader. We thank you so much for all that you have done and are doing for us. We danken u zoveel voor datgene wat u al hebt gedaan voor ons en datgene wat u doet. You've brought us into this marvelous light. U bracht ons in dit licht. You've used Daniel the prophet. U heeft Daniel de profeet gebruikt. To give us a purpose at the end of the world. Om ons een doel te geven aan het einde van de wereld. And as we go over these simple and basic things. En als wij over deze eenvoudige dingen gaan. May you help us to bring that into a cohesive thought. Laat ze dan tot een gedachte met samenhang mogen worden in ons hart. So that we may better understand the great light that is opening up to us at the moment. Zodat we het grote licht dat ons dat nu aan ons wordt geopenbaard beter mogen begrijpen. Help us to bring the old together with the new. Help ons om het oude samen te brengen met het nieuwe. That we may not only be edified ourselves, but be able to teach others new to the message. En dat we niet alleen zelf erdoor gebouwd worden, maar dat we ook in staat zijn andere mensen daarover te vertellen. And so we pray that you will continue to be with the meetings as we study on further this afternoon. We bidden dat u bij ons blijft als wij deze middag ook verder zullen studeren. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen.